Welkom, dit is een nieuwe aflevering van Maasland TV. Vol verwachting klopt ons hart, want de Sint komt vandaag aan en wel. Maar eerst gaan we terug naar een verslag van gisteravond voor het uitkomen van de 67ste prins van Afferden. Dames en heren, hier is Veroli, de 67ste prins van de Pijas, niemand minder dan prins Staffelaster! Het eerste B prins staf uit te hangen. Kijk, en daarmee wordt er al een beetje prins van de Pijas. Geen mug de scepter overhandigen. Zo ook deze keer mug Bert het pupke aan de scepter van mijn prins staf vastmaken. Het is erop gemaakt, dat kunt u zien. Ik zeg over een mug in 3 weer voor Prins Stef de Eerste. Prins Stef de Eerste. Prinses Annelieke. Gefeliciteerd Prins Stef de Eerste. Dan de Sinterklaastocht in Well wordt ook dit jaar weer georganiseerd door werkgroep buitenschoolse activiteiten. Voorzitter Bart Groene vertelt wat meer over het programma. We gaan dadelijk richting de Maas. Dan gaan we beginnen met het programma. Rond 1:30 komt Sinterklaas eraan met de boot. Het is nog heel even spannend of het allemaal gaat lukken. Omdat we, ja, de Maas staat wat hoog. Maar er is wel goede hoop dat dat toch goed gaat komen. Sinterklaas vindt altijd weer een oplossing. Dus ook dit jaar ga je gewoon arriveren. Vandaar het gauw in de stoet. Begeleid met de harmonie en het gillen lopen hier richting het gemeenschapshuis. Hier richting de buin. En daar werden de groepen eigenlijk opgesplitst. De kleintjes, de peuters, die starten hier langs in zaal 2. Dan hebben we de groep 1 tot en met 5. Ja, 5 mag kiezen. 1 tot en met 4. Die zitten deels hier. Hier is het dan te doen in het programma. En boven in de gymzaal daar hebben we Pietengym nog. Wisselt af halverwege. En ja goed, dus er is vermaak voldoende. Verder hebben we ook nog de grotere kinderen, de bovenbouw, vanaf groep 5. 6 sowieso, 6, 7, 8 en die zitten hierboven in de Outbox. Dat is een disco met een leuke andere activiteit en Sinterklaas doet allemaal die ruimtes even aan. En ja goed, uiteindelijk kregen de kindjes nog allemaal een cadeautje met naar huis, met een zakje chips en dan is de dag weer voorbij. Zijn er nog wat andere bijzonderheden die anders zijn de voorgaande jaren? Nee, in principe niet. Nou hebben we het wel het eerste jaar dat echt alles in de buurt is. Eerst zouden we met de kleintjes nog een beetje verdeeld. Die zaten in een ander gebouw. Nou is gewoon alles hier, maar eigenlijk stuurt dat programma als een huis. Goedemiddag, dames. Hoi. Zijn jullie hier voor de Sint en toch van Well? Ja. Hebben jullie ook al je schoentje gezet vanavond? Ja. Wij mogen dat vanavond, want wij hebben een schoenzetkalender. Oeh. En wat gaan jullie vragen aan de Sint? Een egel die kan vliegen. Een egel die kan vliegen? Zo, en jij? Knutselspellen. Ben jij op de grote Sinterklaas aan het wachten? Ja. Ja? En heb jij al je schoentje gezet vanavond? Ja. En wat zou je graag van Sinterklaas willen hebben? Weet ik niet. Weet je nog niet? Moet je maar in een lijstje in je schoentje doen. En jij, wat wil jij graag hebben van Sinterklaas? Heel veel speelgoed. Heel veel speelgoed? Playmobil. Een Playmobil set. Oh, wat leuk. En zijn je mama en papa ook braaf geweest dit jaar? Ja.
Heb je je schoentje al gezet vandaag? Ja. Ja? En wat zou je van Sinterklaas graag willen hebben voor in de schoen? Een paard. En wat zou je van de Sint willen hebben? Een cadeautje. En wat voor cadeautje? Met Elsa en Anna pyjama. Oh, wauw. En hebben jullie er ook heel veel zin in? Ja. En hebben jullie ook je schoentjes gezet vandaag? Ja, heel veel keer. Heel veel keer? Hoeveel schoenen heb je wel niet gezet dan? Eén. Zoals toch? IJster. Oh, dat is een stuk verder. Die kent je hier bij opa en oma. Maar tegen zijn. Zijn dat je opa en oma? We komen net beslapen en nu gaan we naar die huis. Oh, dat is leuk. Dus je hebt een hele leuke dag vandaag. Ja. Goed. We hebben ook nog pakjesavond gehad. Eerst uitpakken, want ik ben de jongste. Dat zou ik niet zeggen dat je de jongste bent. Nee. Hoe oud ben je dan? Vijf. En jij? Acht. Al een hele dame dus. En wat heb je gevraagd aan de Sint? Welke liedjes kennen jullie nog allemaal? Een kleurtas. Een kleurtas. En jij? Een kookboek. Oh, wauw. Dus jij bent een kok? Ja. En vind je het ook spannend dat de Sint zo aan gaat komen hier in Wel? Ja. Ja? Dat is wel leuk zo, hè? Heb je de pieten ook al gezien in de huifkar? Niet gezien? Die zijn heel erg leuk. Nou, dan gaan we zo maar even kijken naar de Sint van de aandacht. Wens ik een heel fijne dag nog verder. Zullen die vast gaan oefenen? Sigins komt... Sinterklaas, ja. Welkom in Wel dit jaar. Wat een belevenis. Hoe bedoelt u? Nou, we zijn er. We zijn er maar. We zijn gewend dat u altijd via de Maas komt. Ach, u weet toch. Altijd komt alles goed, maar weet u, het was hoogwater. En toen? Geen laarzen meegenomen? Geen kaplaarzen meegenomen. Maar wel met de boot gekomen. Maar volgens mij is stijgen verdwenen. Ja, niet helemaal. Het had gekund, maar wel alleen met laarzen. Ja, nou, dus we nemen het zeker voor het onzekere. Want anders hadden we misschien moeten omdraaien. En dan was ik dan op smeren gegaan. Wat zijn we een hoop kinderen, zeg. Wat lief, zeg. Goedendag. Leuk, zeg. Oh, wat lief, zeg. Wat lief dat jullie hier allemaal zijn. Dat kerel. Wij groot worden. Hé, Jos. Ben je het lief geweest? Ik zie jouw neus op en neer gaan, dus ik geloof er niet zoveel van. Zolang je maar niet groeit, is dat wel goed. Ben je lief geweest? Ja. Ik krijg dan. Ik heb die mooie vraag.
Net een stoomboot hoor. Oh, oh. Kijk zo die paas. Oh. Welke nou komt u? Ik wil een interview. Ik wil interview. Nee, ik wil een interview. Tot zover deze uitzending van Maasland TV, die geheel in het teken stond van een vrolijke Sinterklaasintocht in Well. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.